Glennis Grace maakt haar langverwachte comeback met een nieuwe single volgende maand, en de zangeres geeft toe dat dit haar toch wel enigszins angstig maakt. Tijdens de albumpresentatie van Gordon vertelde ze aan het ANP dat ze het spannend vindt om na een lange periode weer met nieuwe muziek te komen. De muzikale stilte van Glennis Grace werd veroorzaakt door een incident in de Jumbo in 2022, waarvoor ze werd veroordeeld voor geweldpleging. Op 15 maart zal haar nieuwe single zeg niks uitkomen waarbij ze alvast verklapt dat het over de liefde gaat. Ik vind het toch wel eng, want ik heb lang niks uitgebracht, bekent ze. In solidariteit met Gorde, die ook bezig is met zijn muzikale comeback, begrijpt Grace de gevoelens van onzekerheid en opwinding die gepaard gaan met zo'n terugkeer naar de muziekscene. Ik kan heel goed voelen wat hij voelt, want ik mag straks ook weer, zegt ze. Maar zingen is als ademen voor ons. Bovendien heeft Glennis Grace samen met Gorde in de studio gewerkt aan het duet aan de andere kant van de heuvels, dat te vinden is op het nieuwe album van de zanger. Tijdens de albumpresentatie was Grace onder de indruk van Gordons optreden. Ik weet dat het voor hem heel eng is om na al die jaren weer op een podium te staan. En dan hoor ik hem en dan denk ik, hij raakt gewoon. Grace twijfelde geen moment toen ze werd gevraagd voor het duet en benadrukt de steun die ze van Gordon heeft ontvangen door de jaren heen. Gordon is er altijd voor me geweest, vertelt ze. Hij is een soort vaderlijk figuur voor me. Deze samenwerking markeert niet alleen een muzikale hereniging, maar ook een diepe band tussen twee getalenteerde artiesten.